Het is zelfs de fucking spel uit hoe fucking ridiculous deze pose is. Het is de meest ridiculous pose sinds. It's like, you know, it's the faggot T pose. Now it's time for the real battle to begin. Oh ja, ik heb deze team erin gedaan. Alright, Vegeta, I hope you're ready, cause I am. Nou Jess, ik denk over na. Maar jouw puur fucking haat en roep een stemacteur. Of tenminste de manier waarop hij de fucking stem deed van Rukum. Ik denk dat hij zijn werk goed heeft gedaan. Ja. Is het best de meest slechtste ding dat ik heb gehoord. Als je te veel anders kijkt naar hem. Dus ja, hij ziet er ook als een fucking mogel uit. Ja, daarom haat ik Rukum, man. Dus ik haat Rukum op zijn brok. En voor een of andere reden heeft hij een bot met like fucking 16 voor geen reden. Ja, dit is de Game Force team. Kijk. Wait, de fucking wat is dat een nieuwe? Was het altijd zo? Dat is altijd zo. Dit is de Game Force team, like muziek en track muziek. Kijk. Shit. He's fucking kicking everybody's ass. Well, you know, blijkbaar is Rukum best wel leuk om mee te spelen. Hij is niet zo erg. What the fuck? Het is like, je zou denken dat hij de fucking posters doet voor like, dat kawaii girls aan het doen zijn. Dan hij denkt dat het zelfs schattig is. Ik kan voorstellen dat hij zoiets zou doen. Dus tijd dat hij zou doen. En zeg, hij is alleen de persoon die like, de fucking cat posters doet, weet je wel. Die catgirls doen. Hij gaat Nyan. Yes. You know, hij is de perfect. Hij fit met de fucking pussycat hero team. Rukum heeft like een bijbaan in een fucking baitcafé. Waar Nyan een cute doet. En iedereen is horrorfight. Maar iedereen gaat nog steeds naartoe omdat ze horrorfight zijn. Ze vinden het interessant. Ze vinden het gewoon een leuke ervaring. En weet je wel, Rukum is gewoon één ding. Er zijn nog steeds goede mensen daarnaast. En stel er al mensen naar, like, die plekken gaan even ontsnappen en shit, weet je wel. Yes, like de escape room. Ja, de escape room. It's like a horrifying experience, but you know, it's kind of thrilling. Well, you know, as long as you know that you're not gonna die. Hetzelfde reden waarom mensen nog steeds like, VR. Like, als het like, VR ding was waar je in het spel zou zitten, zouden mensen nog steeds horrorspellen spelen. Ja. Volgens mij zou de fucking de geldstroom voor horrorspellen nog hoger zijn dan normaal. Als je erover nadenkt. Ja. Ik kan je voorstellen dat je jezelf in een horrorspel geplaatst. Dat is eigenlijk een marteling methode of niet. Mensen lekker een horrorspel doen wanneer je ze gevangen hebt. Ja. Yeah. Moet je voorstellen. En like, ze laten zorgen ervoor dat je de pijn kan voelen ook nog. Terrifying. You know, de leuke ding is, of de interessante ding is dat we tegenwoordig die fucking zooi hebben. Dus yeah. Like, you know, heb je wel eens, je hebt sowieso wel die fucking ene Minecraft video nog gezien, hè? Van Dream. Waarbij zijn vriend de fucking shockpant heeft aangedaan. Dus voor elke fucking pijn die hij krijgt in Minecraft, gaat hij dat in het echt ook voelen door de shockband. Genius. En Stack, we hebben die zooi al zo. Het is niet zo moeilijk om daar naartoe te gaan met horrorspellen. En Casper, dat is weer een shock ding, though. Ik heb het bij jou ook voor. Je zit letterlijk in de horrorspel. Met VR en zo, weet je wel. Zoals in, like, anime. Dat het een soort echt met je nerves en zo aan het fucking ja, spelen is. Het voelt echt legit, like je pijn, like pijn, structuur en pijncellen. Dus pijn nerves. Ja. De pijnpunten. Om like, te zorgen dat je ook echt de pijn voelt alsof het ook echt is, weet je wel. Dat realistisch pijn voelt. Moet je wel voorstellen, de horror. Ja. Moet je voorstellen dat je lekker in de ogen wordt gestoken. Oh god. You know, weet je welke land het eerst doet? Moet je voorstellen dat je wordt verslonden door like, de fucking zombies. Weet je welke land het eerst deze VR shenanigans doet? Wie? China. Zeg dat. Maar ik denk dat er meerdere landen zijn die het zouden doen. Ja. Yeah.
the fuck is met zijn energy charging though? Your dodging isn't gonna work here, motherfucker! Press the Goku button. Press the Goku button, what the fuck? No, it's not worth it. Gohan, stay down! I'm Goku's son. I won't lose you. Yeah, one thing you forgot. I'm my father's dead! I'm my father's son! That's my favorite translatie. Error in the project movie, but it goes on shield. Ik ben mijn vader's zoon! Really now? Ennis, wist je dat mijn vader's zoon was? Yeah, no, I didn't. To be honest, I don't but fucking think I like the fucking Jump Force game. It's like, I'm Goku, son! I'm Goku? No, that was niet Jump Force, dat was J-Stars. J-Stars. I'm Goku, son! Zet het ook in de dab voor die dat doet. Godverdomme. Hij dabbed het energy. We'll never get out. We gaan er net van ontsnappen. Man, ik zit te denken toen ik ook kwam. En like, in fucking Dragon Ball Z Kakarot. Toen die fucking Raccoon sloeg, moest hij de hele fucking berg achter hem weg. No way. Dat was fucking awesome. Ik weet niet wat voor muziek ik hier wil stoppen, dus ja. Zet nu muziek. You can't beat me. I don't need to fight you to know that. Holy shit. Cocky bastard. Eigenlijk nee. Dit muziek heb ik erin gedaan, maar ik dacht gewoon vast. Dit is eigenlijk niet. Dit muziek wordt later pas te spelen. Bij Goku tegen Frieza in. Like, explosie. Dynamic. Maar nee, ik heb het hier gedaan, want fuck it. Ik ken een beter team voor Super Saiyan Goku. Auw. Het pijn. Goku. Fucking dik. Als het niet een game was, zou ik je nu al af hebben geslacht. Struikelen, maar op het laatste moment zichzelf gered. Is hij een Super Saiyan? Ja. En weet je wel, we zeggen dat ding met Zarbon en zo, toch? Is like, iedere seconde als ze iemand sterker vinden, denken ze dat ze Frieza kunnen verslaan samen. Ja. Dus like, iedere seconde dat iemand sterker is, is hij een Super Saiyan. Super Saiyan. Juist. Het. Kaioken Spirit Bomb, go! Dat hebben ze gezicht als je attack doet. Oké, okay, fijn, dat is fijn. Thank you. Ik zie benen van de tank. Oké, zei dit. Dat is waar ook, als je die krant, als je like, teamgenoten kiest in like, het spel, dan gaan ze commentaar geven of like, hoe je vecht. Oh, god. System. Oh, finally, we did it again. Elke dag stoppen we een beetje racisme.